Het einde van de eerste fase van het Telisuur Nationaal Breedbandproject, TNBP, is in zicht. Het project is vorig jaar juni gestart en in oktober van dat jaar zijn de eerste klanten overgezet op de nieuwe infrastructuur. Momenteel zijn alle 253 MSAN-kasten, oftewel minicentrales, actief. Het telecombedrijf heeft in deze fase de klanten in de omgeving van de MSAN-kasten kunnen aansluiten op hogere bandbreedtes van minimaal 10 MB of megabytes. Telesuur-directeur Mike Antonius geeft aan dat dit project heel ingrijpend is geweest voor wat betreft het aanvragen van vergunningen en de afstemming met de buurten. Volgens hem kende het project ook haar uitdagingen. Eén daarvan was het op lijn krijgen van een ieder. De vele ruis die er is geweest bijvoorbeeld, als we nou voor het uitvoeren van dit project nou Telesuur wel of niet als onderpand hebben geplaatst. Je kan het niet genoeg zeggen, nee, Telesuur is nergens als onderpand geplaatst en dat wil ik ook nu weer benadrukken. We doen dit allemaal zeg maar vanuit een investering waarmee we niet uit eigen middelen hoeven te financieren en iedereen die een beetje economie kent, die weet dat het beter is om te financieren met wat vreemd vermogen in plaats met alleen eigen vermogen. Nou, deze fase gaan we afronden met elkaar, waarbij we dus de groep klanten, waarbij we van de, zeg maar, tot de kast, wij noemen het in de termen van het project Fiber tot de kast, Fiber to the Curb, waarbij we dit project opleveren. Daar hebben we een vrij grote groep klanten die we nu van verbeterde bandbreedte kunnen voorzien. Daarnaast heb je een andere groep, die komt in de volgende fase aan de orde. De fiber tot de kast hebben we gedaan in wat we dus nu veelal hebben, de bewoonde gebieden. De brownfields wordt ook wel gezegd. En de gebieden waar er zeg maar minder woningen nog zijn, daar gaan we onder de grond zeg maar de kabels aanleggen en die gaan in de tweede fase meer aan de orde komen. Antonius geeft verder aan dat fiber to the curb is vanaf de telezuurcentrales tot de minicentrales in de buurt. De MSAN-kasten zijn zodanig ingericht dat via de EBS-palen de fiber aangelegd kan worden. Hierdoor behoefden de straten niet opengebroken te worden. In gebieden waar er nog geen wegen of huizen zijn, wordt de fiber gewoon ondergronds aangelegd, zegt Antonius. Hij gaat ook in op de volgende fase van het Telesuur Nationaal Breedbandproject. Dan kunnen we direct naar de huizen toe gaan. En dat is het verschil met fiber to the home en fiber to the curb. Direct naar de huizen heeft een ander voordeel dat je daar met name nog hogere snelheden kan leveren dan wanneer je het tot de kast doet. Na dus de fase van waarbij we deze 253 MSAN-kasten geïnstalleerd hebben in het kader van fiber tot de kast, gaan we naar fiber to the home. En waar we ook aan werken is een Safe City project voor de Surinaamse overheid. En het Safe City project daar houdt met name in dat we een heleboel camera's in de, op een aantal strategische locaties in de Paramaribo aan het plaatsen zijn. Niet alleen in Paramaribo, ook deels in Wanica, waarbij het allemaal betrekking heeft op een stuk bijdrage die dit moet gaan leveren voor een veiliger en leefbaar Suriname. We weten allemaal dat er wel eens gezegd wordt of dat er onderbuikgevoel is van hey, niet altijd voelen mensen zich veilig. Ik heb geen statistieken om dat te bewijzen, maar in ieder geval, dit met de camera's die we plaatsen, moet op zijn minst in het onderbuikgevoel je in ieder geval een veiliger gevoel geven. Aldus Telesuur-directeur Mike Antonius over het Safe City-project en de afronding van de eerste fase van het Telesuur Nationaal Breedbandproject TNBP.